Wij zijn het Solarteam Windesheim. Achter mij staan Koen, Erwin en Rick. Die doen samen met z'n drieën en nog een paar andere teamgenoten zijn ze bezig met de hydrofoils voor onze boot. En Rachel zit met mij in het management. Wij zorgen ervoor dat het hele team geregeld wordt, gepland en financieel op orde is. Ik denk dat het een studentenproject is. Dan hebben we een bepaalde gedrevenheid om ons doel te bereiken. En daarmee zijn we gemotiveerd en hebben we andere disciplines die erbij komen en samenvoegen. En daardoor leren we veel van elkaar. Dus we zijn niet alleen met technisch bezig, maar ook op andere vlakken leren we heel veel van elkaar. De voorbereiding is nog in volle gang, zoals ook te zien is bij onze boot. We zijn nog vol bezig met het construeren van de boot zelf. De voorbereiding zit hem vooral vanuit het management. Bepaalde planningen, transport moet geregeld worden, accommodatie moet geregeld worden. Wat hem uniek maakt is sowieso dat ze hem zelf hebben gemaakt. Dus het is een helemaal eigen ontwerp. De boot die is 2 jaar geleden is de boot zelf ontwikkeld, dus de rompvorm. Dit is in samenwerking gedaan met een jachtbouwer. En op dit moment, verdere ontwikkeling wordt door de studenten zelf gedaan. We verwachten gewoon een leuke race te gaan varen. We hebben meerdere races zelfs. We hebben niet direct verwachtingen op een plaatsnummer, daar kan ik niet veel over zeggen. Maar we verwachten gewoon een mooi resultaat te halen met het team. De grootste uitdaging, moet ik zeggen, denk ik gewoon het technisch haalbaar maken om een boot zo lang te laten varen. Zoals wij nu bezig zijn met zo'n race, dat je boten gaat laten varen op zonnepanelen. Ik denk dat over misschien 10, 20 jaar de standaard is dat boten gewoon alleen maar varen op zonnepanelen. Als dat haalbaar zou zijn, dat zou natuurlijk geweldig zijn als we dat allemaal kunnen doen. Ik denk dat we daarmee ook de wereld even een stukje beter maken.